Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat onze heer Force hier mijn grote winkelcentrum te koop heeft gezet. Nou heeft Rick hier een klein podium gebouwd en gaat de veiling elk moment beginnen. Dus laten we maar even snel kijken wat er hier allemaal gaat gebeuren. Laten we een prachtig openingsbod doen. Nogmaals, je hoeft niet per se met diamanten te bieden, maar je mag ook voor mij part met diensten of andere dingen, items, weet ik veel, mag jij voor mij bieden. Laten we beginnen met gewoon een standaard openingsbod van 38 diamanten. 39. Oké, dat ging niet. Nee, nee, grapje, grap, was een grapje, was een geintje, was een geintje. Twee diamanten. 39. Nou, op je zin, hè? Nee, 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 ik wil dit ding hebben. Je hebt niet eens 39 diamanten. Ik bied gewoon een lekker taartje zelf verbakken en het tevens ook vol liefde. Dus dan, Dat is wel goed. Ja. Oké, okay. Met de diamant of alleen het taartje? Nee, alleen het taartje. Alleen het taartje. Okay. Zijn er nog andere mensen die graag willen bieden? Ik bied de actrice van meneer Varken. Zo. Oei, oei, oei. 41. Ja. Yes. Ja, ik moet hoger, Hans. Dus je mag ook andere dingen bieden. Hè? Je hoeft niet per se diamanten te bieden. Wat ik leuk. Bied 2 diamond blocks en een winkeltje in mijn winkelstraat. Maar jij hebt een winkelcentrum, krijg je. Waarom zou je dat bieden? Ja, nee, maar dan kunnen we ruilen. Dat is gewoon een beetje... Ja, maar dan kan ik die weer verkopen. Dan kan er weer een nieuwe veiling. Oh, nee. Ik bied Sezombo. Tot al je taken en gratis voor alles te gebruiken. Oh, dat vind ik ook wel een goeie, hoor. Ik bied Max... En Sezombo en Enemil Luijers. En Enemil Luijers. Zo. Heb jij nog iets wat daar overeen komt? Toegang tot mijn supersmelten. Gratis en alle tijden te gebruiken. Het is wel goeie hoor. Dat is wel goeie toch? Makkelijk. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ik bied het huis van Hans en Grietje. Geleverd door een helikopter. Met een vuurwerkshow erbij. Wat is dit? Wacht, wat? En dan bij mijn sprookjesbos. Ja? Oeh, dat vind ik een hele goeie. Daar ben ik wel heel erg geïnteresseerd in. Ja, nee. Gaat er iemand daar overheen? Want ik vind dit echt wel heel interessant. Nee. Ja, ik wel. Yes. 41 diamonds, de helft van de kas. Ik maak Hans en Grietje zijn huis schoon. Ja, maar ik heb hem dan niet. Nee, ik wil zeggen, dan moet ik hem niet uit. Dat maakt niet uit. Heeft iemand anders nog een ander bot? 2 Sezombo's. Oké, dat regel ik. Heb je een broer of zo? Ik heb geen broer. Oh. Ik denk dat ik jouw bot ga accepteren, Joris. Ja, pleur op. Gesloten! Zagen jullie de hamer? Ja, ik zag het. Dat was indrukwekkend. Kunnen jullie allemaal even iets dichterbij komen? Dan kan Joris even een speech geven. Jij ik houdt hoop dat ik het huis van Hans en Grietje kan regelen. Anders heb ik denk ik een probleem. Wat zijn de consequenties? Dan ga je het laatste bot betalen. En dat was de helft van Justus' kas ook. Dan ben ik benieuwd hoe dit gaat werken. Want ik heb eigenlijk geen idee of dit werkt. Dat is jammer. Nou, de veiling is gedaan. Joris heeft het pandje gewonnen. Althans, hij heeft hem gekocht. Veel plezier ermee, Joris. Alleen eindigde ons avontuur helaas nog niet. Want ja, de bom zou elk moment gaan ontploffen. En onze heer Rick Force, die had de bom in zijn inventory. Dus laten we even kijken bij wie de bom uiteindelijk is geëindigd. En bij wie die is ontploft. En wie de grote loser is. Ik ben heel benieuwd. Dat vind ik jammer, hè. Oh, ik had echt een heel leuke planning. Ja, Rick heeft een... Niet Rick, als je mijn bot niet accepteert, dan blaas ik deze hele winkel op. Hey, Jesse, je hebt wel nog 1 uur en 6 minuten voordat die bom oploft. En niemand wil het. Ja, dit is het probleem. Yes, nee. Ja, maar moet ik hiermee dan? Ja, aan niemand geven of je ontploft over 1 uur. Ja, dat, ja. Laat het maar. Dus dit gaat wel... Je gaat wel. Jesse, doe het! Jesse, doe het! Hij heeft zijn inventory ook al. Nee! Joris! Nee! Joris heeft hem weggezien. Hallo, wie heeft hem nog? Hij is heel boos. Nog 23 seconden. Wie heeft hem? Hallo heeft hem nog. Oh, gaat weer naar beneden. Hallo is er nog. Hallo of Sombo, die gaan nu dood. 1 van de 2. 6, 5. 4, 3, 2, 1. Harlo! Harlo heeft verloren! Harlo is dood! Nee! Hey, jongen, hoe was de ontploffing? Pijnlijk! Lieve mensen, ik voel me vereerd dat ik ben opgeblazen door een bom. En dat nadat die 2 keer verlengd was door mensen die vakantie aan het vieren waren. Vakantie, vakantie! Hoe vond je het? Dit was mijn speech.
En wat voor straf geven we Arlo? Ik vind dat hij een huis van Hans een Grietje moet bouwen. Hij moet in game kaal. Zo! Ja! In game kaal! Kaal! Ja! Kaal! Je kaal, Arlo! Ja! Kom maar tevoorschijn! Harlo, Harlo's, lieve mensen! Doe even een 360, Harlo! Oh, even naar beneden kijken, de bovenkant van het koppie. Oh, ja. Ja! Ja, kijk er allemaal maar even in, wat erin zit. Wacht even hoor. Nee. Ja, ik ga het veilen. Doen we Shark krijgt een stukje van Harlo's haar. Dan krijgt zij Sombo een stukje van Harlo's. Dat is een goeie. Rick. Oh. Kijk, Harlo, jij groeit toch wel nieuw haar, man. We hebben allemaal wat van jou. Ja, dat is fijn. Met skin customization. Ja, dames en heren. Harlo de Parlo heeft officieel verloren. Hij had de bom in zijn inventory. En bidabim badaboom. De bom ontplofte in zijn inventory. Binnenkort zullen we beginnen met het nieuwe spel. We gaan natuurlijk weer door met iets nieuws. Harlo is kaal. Ik ben tevreden. En jij hebt op die like-knop geklikt, toch? Toch? En het eerste wat ik ga doen nu dat mijn prachtige winkelcentrumpje daar verkocht is, is eventjes hier opvliegen en dit poepding van Rick Forzy weghalen. Eindelijk dat reclamebord een keertje weg. Het mocht eens een keertje tijd worden. Hé, jeetje, wat duurde het lang voordat ik deze weg mocht halen. Hey, het voordeel is dat deze blokken nu wel allemaal voor mij zijn en dat het gewoon gratis kwarts, trapdoor, steen, weet ik veel wat hout is. Allemaal voor mij natuurlijk. Zo, die is helemaal weg. En wat geeft het gewoon weer een ruimte hier. Dan over deze ruimte gesproken, jongens. In deze aflevering ga ik niet verder met mijn grote megabasis, maar wil ik wat gaan doen op de straten hier. Ik heb namelijk heel veel reacties gehad over mensen die zeiden dat ik voor die treintjes een soort van haltes moest gaan maken. Dus ik denk, oké, dat kan ik wel. We kunnen hier wel een halte maken. We kunnen hier nog wel een halte maken. Daarbij het postkantoor een halte. Maar dan moeten we sowieso de weg iets treinvriendelijker maken of tramvriendelijker. We hebben natuurlijk dit spoor hier op de grond overal. Maar als ik even deze kant op vlieg, we hebben hier natuurlijk ook nog zo'n lijn boven de grond waar die tram eigenlijk aan vast hoort te zitten. Dus wat ik wil gaan doen is dat spoor boven de weg wil ik ook overal gaan toevoegen. Dan wil ik wat treinstationnetjes bouwen, tramstationnetjes, een soort van bushaltes. En in plaats van dat wij een timelapse beginnen, gaan we net zoals in de vorige aflevering, gaan we het bouwen en ga ik jullie meenemen in het proces. En dat gaat heel leuk worden. Ik weet niet waarom ik dat deed. Welkom bij mijn tutorial hoe je bushokjes in de vorm van tramhokjes maakt en hoe je een rails maakt boven die spoor voor trammen. Volgens mij vloog Shard net weg. Laten wij beginnen door even palen te maken waar deze soort van leidingen aan vastzitten. Of lijnen. Hoe gaan we het doen met spoorlijn? Ik heb hier allemaal blokjes verzameld. Oké, we beginnen op deze hoek door eerst gewoon eventjes simpel een torentje te maken. Of een pilaartje. Die maken we ongeveer zo hoog. Zo, hoppakee. Maken we met trapdoors een route naar het kruispunt hier boven de weg. Gebruiken we chiseled copper, omdat dat een soort rond... Ja, ik weet niet. Het is rond en daar kan je precies chains in plaatsen. Kijk, wacht. Als ik het nou even gewoon laat zien zoals dit. Kijk, en dan hier komen chains tegenaan. Die markeren ongeveer dus de trajectlijnen, of de tramlijnen. En ik weet niet, dat chiseled stone brick, dat past er goed bij voor mijn gevoel. Nou, dan maken we eerst natuurlijk de tramlijn hierboven. Ik plaats volgens mij een verkeerd blokje hier. Helemaal naar de andere kant hier. Dan hier wil ik ongeveer weer een trammetje hebben. Dat is natuurlijk ook wel leuk als er waarschijnlijk een trammetje in de hoofdstraat hier staat. Dan komen we hier weer op een hoek aan, waardoor we weer hetzelfde moeten doen als dat we daar net op die andere hoek gedaan hebben. En dat is namelijk in principe heel simpel een paaltje bouwen. En die moeten we weer linken aan het spoor. Zo, hoppakee. Dat ziet er leuk uit, hè? Kopiëren we dat natuurlijk ook aan de andere kant hier. En dan linken we deze twee banen aan elkaar. Dat is helemaal netjes zoals dit. Dan is het nu tijd om dit spoor helemaal te verbinden met mijn megabasis hier. En ik denk dat het dan gewoon als één geheel gaat aanvoelen. Sluiten we dit aan het gebouwtje hier. Kijk, het enige probleem nu op dit moment is dat dit er niet echt heel mooi uitziet hoe dit aansluit. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. Eerst is het namelijk belangrijk dat we deze hoofdstraat even afmaken, want we doen één ding tegelijk en we gaan niet door elkaar heen werken ineens. Gelukkig ben ik heel snel, kijk maar. Ja! Snel, hè? Dat heb ik helemaal zelf gedaan. Zoals jullie kunnen zien heb ik alleen nog maar mijn hoofdstraat gedaan. Maar de bedoeling is dat heel mijn, mijn wereldje hier allemaal zo een lijn boven de weg krijgt. En het is nog wel even een taakje, dus laten we dat maar eventjes doen in een hele snelle timelapse. Daar gaan we.
Goed, zoals jullie kunnen zien loopt heel het spoor nu over alle wegen heen. Ik heb hem hier gelijk ook aan een trammetje gekoppeld. Hier loopt hij ook mooi helemaal naar het magazijn. Alleen staat er nu krinloop. En hier bij de rotonde kon ik uiteindelijk niet met chains werken. Dus daar heb ik mijn iron bars gebruikt. Maar ik vind dit er ook wel leuk uitzien. Hetzelfde voor hier. Hier moest hij iets omhoog. Dus daar heb ik ook iron bars gebruikt. En hier stopt hij gewoon. Want ja, de weg stopt hier ook. Wat is dat nou weer daar in de verte? Goed, dan voordat ik met mijn stationnetjes wil beginnen. Want ik denk dat ik hier ook een stationnetje ga maken. Dit wordt namelijk het station voor het postkantoor. Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik hier ook twee nieuwe lantaarnpalen gemaakt. En deze heb ik met copper trapdoors gedaan. In plaats van de acacia trapdoors. En als je het zo ziet, dit is heel oranje en dat is iets doffer en dat matcht iets meer met de rest van mijn gebouwen. Dus laten we overal opklimmen hier en dan eventjes deze trapdoors, even opklimmen hier en dan deze trapdoors zo vervangen voor deze trapdoors. Trouwens, daarvoor hoef ik niet eens omhoog te klimmen, daarvoor kan ik gewoon heel simpel dit doen. Oh ja, kijk, nu zie je het verschil goed. Dit gaat veel leuker zijn. Goed, dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Doei! Nou, zoals jullie kunnen zien zijn alle lantaarnpalen helemaal vervangen. Het ziet er iets doffer uit, maar het ziet er wel een stuk mooier uit. Verder heb ik ook een paar koopblokken in mijn megabasis aangepast. Gewoon een kleine aanpassing hier en daar. Dat moet ook wel kunnen, toch? Maar goed, laten we maar eens beginnen met het eerste tramstationnetje. Bushalte, weet ik voor hoe je het wil noemen. Doen we eerst even een vloertje erin. Nou, trouwens, ik weet niet waarom ik dat vloertje erin doe, maar dat vloertje is eigenlijk helemaal niet nodig. We gaan namelijk het stationnetje erop bouwen. Ja, oké, wat ik net heb gedaan hieronder, jongens, vergeet dat. Dat gaan we niet meer zien. Oké, dan hebben we de basis gebouwd van mijn busstation of tramstation. Tramhalte, weet ik veel. En dit wordt station blauw. Gemarkeerd door deze twee prachtige blauwe carpets. Dan gaan we het randje hier mooi maken. Die doen we nog een laagje hoger. Een beetje verschillende kleuren glas gebruiken. Dus deze wil ik ook anders hebben. En ja, als ik het zo zie, is hij eigenlijk al af. Het is een heel schattig klein tramhaltetje. Oh, ik heb trouwens nog wel een idee. Er is één klein dingetje dat mist. Zo. Nou. Ik ga eventjes op mijn trammetje wachten, hoor. Ik zit hier bij halte Hoofdstraat 64. Die tram zou hier elk moment wel moeten zijn. Jongens, dit is toch helemaal geweldig. Zo'n klein bordje, die gaan we bij elke halte neerzetten. Laten we dan ook maar gewoon gelijk beginnen met de tweede tramhalte. En daarvoor gebruiken wij natuurlijk hetzelfde design. Alleen omdat we nu bij de enchantment tables zijn, doen we hier de paarse halte. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje op de kleur van enchantments en zo. Zo, dat is tramhalte nummer 2. We gaan zo meteen dat bordje leuk ophangen. Op naar de volgende. De volgende is hier mooi bij het park. Bij het wandelpark. En daar wordt natuurlijk de kleur groen van gras. Dat hoort wel een beetje bij het park. Een beetje natuur. Die is ook helemaal af. Zometeen gaan we het plaatje hier ook ophangen. Op naar de volgende natuurlijk. De volgende is ook gelijk de laatste. Maar daarvoor moeten we eerst even deze lantaarnpaal hier weghalen. Want anders staat hij helemaal in de weg. Net al die lantaarnpaals vervangen. Dan gaan we ook dit dingetje hier eens een keertje slopen. Dit dingetje hier was altijd een leuk idee. Maar er komt gewoon een tramtje. Dat is veel leuker. En omdat dit bij het postkantoor is, doen we geel. Want post is geel of zo. Ik heb geen idee. Geel was gewoon een leuke kleur die ik over had. Zo, en dat is het laatste tramhalletje. Al is deze een beetje donker aan het licht te zien. Misschien dat ik nog even wat licht ga fixen. Dat komt later wel. Nu we toch hier bezig zijn, wil ik ook gelijk nog even een trammetje hier maken die een soort van bij deze tramhalte hier staat. Beginnen we gewoon simpel met de wielen zoals dit. Hoppakee. Oh, dat wiel zien jullie. Daar, een soort van zien jullie hem. En het leuke van die trammetjes, jongens, is dat je ze allemaal een andere kleur kan maken. We hebben natuurlijk al alle soorten kleuren, maar ik kan deze gewoon weer in kleuren maken die ik nog niet heb gehad. Of niet heb gebruikt, sorry. Deze wordt namelijk gewoon groen, een beetje donkergroen. Hebben we volgens mij nog niet eerder gebruikt, deze kleur. Hier doen we een deurtje erin. Zetten we de stoelen, zetten we erin. Zo. Achterlichten natuurlijk. Buttons voor extra random details. Hier aan de voorkant doen we die walls. Nog een button hier. Een lectern, alsof dat het stuur is, waar dan de tramconducteur hier lekker kan zitten. En voor de rest, ja, spreekt het eigenlijk helemaal voor zich, hè. Zo, helemaal netjes. Het enige wat we nu nog moeten doen, is de laatste details hier bovenop plaatsen. En vervolgens moeten we hem linken aan het systeem hierboven. Hoppakee. Ja, dat is toch wel even leuk. Oké, dan hebben we daar gewoon zo'n tramhalte. En dan hebben we hier een trammetje ervoor staan. Dat voegt heel veel sfeer toe. Al zit de deur, zie ik. Zit wel aan deze kant hier. Dus misschien dat ik die even moet verplaatsen naar de andere kant. Maar nu zit de deur gewoon lekker aan deze kant. Dus dan ben je hier aan het wachten. Zo op je trammetje zit je in een beetje. En dan kan je zo de tram ingaan. En naar de halte toe. Bijvoorbeeld naar mijn grote megabasis. En over mijn grote megabasis gesproken. Daar op de hoofdstraat moet ook nog een trammetje komen. Dus laten we daar gauw ook maar mee beginnen. Eerst de wielen weer. Hetzelfde verhaal als net. Dan moeten we er eerst onder zien te komen. Zodat we die
stonecutter of wat is het, grindstone goed kunnen plaatsen. Ik kan nou niet helemaal goed plaatsen welke kleur dit precies is. Het is meer paars dan blauw. Alleen hij wordt gezien als blue terracotta, maar ja, het is meer paars. Het deurtje erin en alle andere details. En dan ineens in 3, 2, 1... was deze ook ineens klaar? Ja, dat is even snel gegaan ineens, hè? Dan begint het al langzamerhand één geheel te worden. De lijn is helemaal af hierboven. We hebben trammetjes, we hebben bushaltes of tramhaltes hier gecreëerd. Laten we nu dan nog eventjes hier die lege platformen op dat gras even leuk opvullen door een aantal simpele kleine boompjes te maken. Een beetje vergelijkbaar met die daar, maar dan gewoon groen. Dat is al een stuk beter. Nu hebben we gewoon hele kleine leuke boompjes hier aan de zijkant staan. Kijk hoe leuk die hoofdstraat er nu uitziet. Als je hier zo voor mijn gebouw staat. Trammetje, halte, boompjes. Als je hier nu gewoon zo loopt, ziet het er zoveel leuker uit. Goed, dan is het nu de laatste taak om deze donkere ruimte hier een beetje aan te passen. Ik heb in de vorige aflevering dat plafond nagemaakt. En ik zei dat ik hier in het midden nog wat wilde doen, zodat we voor licht konden zorgen. Dus laten wij ook beginnen door dit hier even heel simpel weg te halen. Creëren we een soort van doorgang naar de overkant. Die ook weg en deze ook weg. Dan gaan we hier het pad soort van door laten lopen. Zo, hier komt een paal en hoppakee. En zo, hier komt een paal. Dan het midden laat ik denk ik zoals dit. Even een beetje gras toevoegen. Oké, laten we even lantaarnpalen fixen, zodat het een stuk minder donker hier is. Toenk. Kijk, dat is één lampie. En dan gaan we deze hier ook aanzetten. Hoppakee, dat is twee lampie. Dan is het midden hier natuurlijk mooi belicht nu. Maar waar ik nu ongeveer sta is wel nog een beetje donker. Dus wat ik ga doen is het kruispunt hier gaan we mooi optimaal gebruiken. Dan gaan we ook een lampje opplaatsen. Die zetten we aan. En daarbovenop doen we licht. Kijk, dat valt bijna niet op, omdat het dezelfde kleur is als de vloer. En het geeft gewoon mooi licht. Hetzelfde natuurlijk even aan de andere kant. De glas erop. Ja, kijk, hé. Ineens is deze hele ruimte gewoon mooi belicht, hè? En die lampen zijn ook wel leuk. Weet je, die wil ik ook daar verder op hebben. Kijk, hier in het winkelgebied is het eigenlijk ook een beetje hetzelfde verhaal. Het is net te donker. Dus laten we eerst hier beginnen door deze kruispunten even een beetje licht te geven. Maar ik vond die lampen hier in het midden wel heel erg leuk. Dus die gaan we hier ook doen. Lampje hier, lampje daar. En ondanks dat het inmiddels al dag geworden is, kun je even goed zien dat het lampeneffect of het lichteffect hier heel goed werkt. En deze lantaarnpalen zijn gewoon erg leuk. Zo, dan halen we dit nog heel even weg. En dan denk ik dat we gewoon klaar zijn. Laten we even een simpele controle doen om te kijken of we daadwerkelijk alles gedaan hebben wat ik wilde doen. We hebben hier tramhalte 1 en dat is hoofdstraat 64. Die is af. Dan hebben we een bijpassend trammetje bij de halte natuurlijk. We hebben de aansluitingen van de spoorlijnen en mijn megabasis netjes gemaakt. We hebben deze lampen hier vervangen. We hebben hier net natuurlijk als laatst deze doorgang gemaakt en het een beetje belicht zodat het niet meer zo donker is. Hetzelfde aan de andere kant hier. We hebben natuurlijk dat hele spoor hierboven de weg gemaakt. Die loopt helemaal rond mijn basis. We hebben de lampen leuk vervangen, zodat ze iets lichter zijn en iets meer matchen met de rest van de basis. De tramhalte hier bij de enchantment table gemaakt. Maar nu zie ik dat ik nog iets mis, jongens. Ik moet hier ook nog van die bordjes ophangen met de tramhalte. Geef me even 2 seconden. Die doen we hier leuk. Dan doen we hier bij het wandelpark doen we deze leuk. En tot slot hier bij het postkantoor doen we deze leuk. Ja, krinloop. Krinloop. De krinloopwinkel is dit geworden. Leuk! Ja, hè? Ik vond het ook wel wat hebben gepast van krinloop. Gewoon krinloop. Ja, de krinloop. De krinloop. Wou je shoppen of? Nee. Oh, je was op de tram aan het wachten. Bij Wandelpark 1. Ik snap het. Absoluut. Ga lekker zitten, inderdaad. Ja, hij komt eraan. Hij staat nu nog daar. Dus file. Harlow is de conducteur, dus... file. Vandaar dat het even duurt. Ja, file. Sinds wanneer bestaat een file uit één tram? 1. We hebben, weet je hoeveel trammetjes ik heb inmiddels? Kijk, daar staat er nog één daar, een groene. Ja, maar dit is dan toch geen file? Jawel, want ze moeten afstand houden van elkaar. Dat heeft met veiligheid en maatregelen te maken. Oh. Deze moet hoeveel vertraging heb ik? Ja, ga maar uit van 3 kwartier, minimaal. Oh, oké. Okay. Maar gelukkig zit je bij Wandelpark en je kan altijd even het park inlopen. Zullen we net zien dat ik hem dan mis, hè? Ja, dat klopt. Goed, we hebben nu Enchant KB 30. Ik heb 30 gedaan, want KB, je bent oud. Oude man. Dan hebben we hier waar Char net zat, Wandelpark 1. Hartstikke leuk. En tot slot hebben we hier postkantoor nummer 14, waar de nieuwe tram natuurlijk ook staat. Hey, ik ben heel tevreden met alles wat we gedaan hebben, jongens. Deze rotonde hier ziet er ook ineens een stuk leuker uit, omdat dit er allemaal omheen loopt. Ik kon natuurlijk niet chains gebruiken, dus vandaar dat ik mijn iron bars heb gebruikt. Want chains kun je
niet soort van met bochten aan elkaar koppelen zoals dit. Maar ja, dan heb ik nog één doorn in het oog. En dat is dit gedeelte hier. Het is en het is donker en het treinspoor of het trammetjespoor dat loopt er overheen. Over dit gedeelte hier. En dat kan niet helemaal, want die tram kan hier natuurlijk niet doorheen nu gaan. Want dan knalt hij tegen mijn postspoor aan. Hè, maar daar, daar letten we gewoon eventjes niet op deze aflevering. En de volgende afleveringen. Goed, verder ben ik natuurlijk erg tevreden met alles wat er is gebeurd. Als je hier dan ook zo staat, het ziet er zo leuk uit allemaal. Die kleine stationnetjes, de trammetjes, de sporen, de haltes. Ik wou uiteindelijk deze muur hier ook nog aanpassen, want dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit. Maar dat is iets wat we later gaan doen. Ook moet ik nog steeds verder gaan met mijn megabasis. Niet alleen aan deze kant, maar voornamelijk natuurlijk aan deze kant. Gelukkig is dit niet de laatste Condor Veen aflevering. Zo te zien heb ik bezoek. Daar zijn heel wat Revengers gezellig hier. Dus voordat ik die aangevallen, ga jij maar anders even lekker deze video kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je van andere games naast Minecraft houdt, zou ik zeker dit even kijken. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Spreek je later. Glaasje water. Tel me hier. Lees je hier. Tot de volgende keer.